Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Opiron Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Supercar Challenge Insight, het achtergrondprogramma van het belangrijkste GT- en Tourwagenkampioenschap van de Benelux. Vandaag maken we opnieuw kennis met enkele teams, waaronder Davitec Engineering, dat dit jaar kans maakt op het winnen van het Super GT en GTB kampioenschap. Voorts praten we met de titelkandidaten in de sportklasse, Dennis de Borst en Martin de Klein van het Febo Racing Team. De meest opmerkelijke inschrijving dit jaar is toch die van Davitec Engineering. Ferdinand Kool, kampioen Dutch GT4 in 2012, vormt met de pas 16-jarige Max Kubolt een team in de Corvette C6. Ze komen uit in de GTB-klasse en staan momenteel aan de leiding in dat kampioenschap. Het zit hem waarschijnlijk in de naam Max. Van 2007 tot 2011 heb ik 5 jaar gekart. Veel resultaten gehaald daar ook. Toen naar 2011 gestopt, de druk, heel veel races, veel weg van naar huis. Ja, ging niet in combinatie met school. Dus nu 2012 met de Historic Grand Prix, Frans Veurens ontmoet, vriend van mijn vader. En hij heeft eigenlijk weer het racewieltje ingeloodst. Ja, die is nog jonger dan toen ik begon in de autosport. En dat was natuurlijk wel een uitdaging. Ik had wel Max gevolgd in de karting, daar was hij echt heel erg goed mee. En de eerste race zag ik al dat hij heel veel talent had. Hij kon echt goed volgen en als ik wat uitlegde, dan deed hij dat meteen. Als Davy wat vroeg, dan volgde hij meteen de aanwijzingen. En vanaf dat moment zat hij er goed bij, want we reden meteen het podium. En toen begonnen we eigenlijk een beetje op het niveau te komen dat we de eerste plek reden. Pole positions en de jongens konden ons moeilijk bijhouden. Nou, er kwam natuurlijk een klein beetje discussie over de auto te snel was. Nou, dat werd allemaal uitgemeten door Dick van Elk en dat bleek niet zo. Ja, we deden het gewoon heel erg goed. Toen reed ik de eerste race op kop en ik gaf het stuur over aan Max en die maakte het meteen af. Dus dan krijg je natuurlijk samen vertrouwen erin. En zo volgde dat eigenlijk 3-4 keer achter elkaar. En toen dacht ik, hey, we kunnen wel eens kans maken kampioenschap. Dus eigenlijk zie ik Max niet meer als een jongen van 16, maar gewoon als een volwaardig coureur. En zo gaan we ook met elkaar om en dat voelt nu al heel erg vertrouwd. Ik doe het al 15 jaar racen op dit niveau. We begonnen in de formulewagens in 2000 met de Formule Ford. Heb ik 3 jaar gereden. Toen doorgegroeid naar Formule Renault met Guido van der Garde, Junior Strauss, hele bekende namen, Frank Pereira. Ook vice-kampioen in geworden, ook in de Formule Ford. Toen de Formule 3 gaan rijden, maar ook met bekende namen, Nico Hulkenberg, Renger van der Zandje, Hoop in Toen. Dus hele leuke jaren gehad natuurlijk. Ook daar in tweede geworden, dus eigenlijk net steeds naast het kampioenschap. En toen kwam ik in de Dutch GT eigenlijk terecht via een sponsor. Porsche gereden, BMW gereden en met de Corvette uiteindelijk kampioen geworden. Waar ik nu mee reis, dezelfde auto, ja. Ja, heb ik expres gedaan ook. Ik had dat ook aan Davy gevraagd. En allebei de auto's zijn net zo snel en net zo goed. Maar was voor hem geen probleem, dus dat voelt wel vertrouwd, ja. Max Kubolt stapt dit seizoen voor het eerst in deze dikke V8 Corvette, na jarenlang gekart te hebben. Wat is het grootste verschil geweest? Het is vooral het constante rijden. Het is gewoon een uur race. Dus je mag niet echt een foutje maken. Dus het is ook een heel constant rijden, maar wel redelijk nog hard rijden. Maar niet weer te hard dat je alles aan gooit rijdt, dat je aan het einde van de race zonder grip zit. En wat ziet Max als zijn grootste kwaliteit in zijn korte carrière als rijder? Nou, ik leer heel snel een baan, weet ik van mezelf. Zo, op Nürburgring zag je dat goed, na 5 rondes reed ik al meteen racetijden. Heel rustig denkend, vooruitdenkend wel. Maar ook gewoon voor de races ben ik altijd heel rustig. Al een beetje dolle. Ja, maar dat is ook belangrijk natuurlijk met racen. Je moet wel gezellig blijven, je moet wel lol in hebben. Dat is gewoon het belangrijkste. Ja, we hebben een heel ander karakter. De tijden zijn nu ook anders. Ik vind het van Max heel knap dat hij zo inderdaad zo gefocust kan zijn. Toen ik 16 was, andere dingen waren interessant behalve racen, dat weet je ook wel. Dus ik vind het heel knap. Je merkt ook aan Max dat hij er heel veel voor over heeft. Bij mij kwam dat iets later, toen ik 1 jaar of 20 was. Dus ik ken het gevoel, alleen ik vind het heel knap op deze leeftijd. Dan merk ik wel dat het in zijn karakter zit en dat Tom natuurlijk ook heel erg gefocust is samen met hem. Dus ik denk dat voor hem ook een mooie weg is weggelegd. Ik hoop dat hij dezelfde carrière maken mag als ik, dat hij minimaal 15 jaar kan racen. Ja, ik heb ver al heel veel geleerd al dit jaar. Ook omdat, ze rijdt niet zomaar in een dikke GT-auto. En vooral niet, het is mijn eerste volledige seizoen racen in de auto's dan. En ja, heel veel al geleerd gewoon. En dat was ook mijn doel voor dit jaar. Heel veel leren en dat we nu eerste staan in kampioenschap, zeg ik, helemaal mooi.
Om competitief te zijn in de GTB-klasse is de GT4 Corvette door Davitech Engineering onder handen genomen met een sequentieel geschakelde versnellingsbak en een verbeterd aerodynamisch pakket. Een evolutie die dit seizoen zeer succesvol is gebleken, maar die ook tegenslag kende. Ik denk dat we één keer hebben wat pech gehad met de versnellingsbak. Dat bleek later een benzinetekort te zijn. Maar ja, dat kan ook gebeuren. Ik weet niet meer hoe dat precies kwam, maar ja, het was echt een beetje pech. En hij is één keer inderdaad stuk gegaan. En alle andere keer is hij echt heel betrouwbaar gebleken. En dat is ook met de Corvette. Je hoeft niet op het maximale, op 100% te trappen, om de hele tijd alles uit te halen. 90% is voldoende. En eigenlijk moet je met vanaf een uursrace, moet je dat ook kunnen met een auto. En daarom blijft hij ook zo goed heel. Hoewel Ferdinand Kohl en Max Coubault op dit moment het kampioenschap leiden, is de competitie enorm in de GTB-klasse en mogen er geen fouten gemaakt worden. Veel jongens, net als Daan Meijer, Marcel van Berlo, Van Bellingen, die rijdt natuurlijk al jaren in de Supercar Challenge. En je merkt ook wel dat hij een beetje de trucjes weet. Dat is natuurlijk een heel ander format. Dus wij moesten daar ook aan wennen. Maar die jongens kunnen goed gas geven. Ze hebben ook snelle auto's. Dat is mooi aan de Supercar Challenge. Je kan de auto natuurlijk zo snel maken als je wil, als je maar binnen het reglement blijft. En die hebben jaren ervaring met de auto en ermee sturen. Dus je merkt wel dat ze hard gaan. Dus ja, ik ben er ook wel blij mee. Want competitie is belangrijk voor mij. Ik hou ook niet van tweede of derde worden. Ik wil altijd winnen. En dit ben ik ook niet gaan doen van, oh leuk, dit gaan we eens doen. Dit wil ik ook winnen. Dus ja, die motivatie hou ik wel. En het kampioenschap winnen doe je natuurlijk alleen met een goed en gedreven team. Davy is belangrijk dat de auto's goed zijn. Alles eromheen heeft hij ook goede mensen voor. Maar als je met Davy bezig bent, gaat het om de auto. En als je een probleem hebt, binnen een uur weet je een oplossing. Davy is nooit gestrest, altijd heel rustig. En mijn karakter, als ik niet win of als hij tegen zit, word ik heel erg opgefokt. En met Davy heb ik die klik. Hij maakt mij heel rustig. En op de andere momenten kan ik hem ook weer motiveren. Dus we hebben wel daar echt een klik in. En als je al het vertrouwen hebt dat de auto goed is en hij weet dat de rijden goed is, dan heb je al de helft gewonnen natuurlijk. Voor Max Coubault is 2014 zijn debuutjaar in de GT's en hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Ja, mijn droom is om Le Mans te rijden. Dat is wel echt mijn doel. Ja, we betrapten eerder dit seizoen Max al achter het stuur van een Ferrari 458 GTE van Martino Rosso Racing. Het type auto dat ook meedoet in de 24 uur van Le Mans. Natuurlijk zat Max in deze auto enkel als liefhebber van Ferrari, maar wie weet. Kanshebber voor het kampioenschap in de Super GT-klasse is Henry Zumbrink, die net als Kelvin Snoeks uitkomt in de Volvo S60 V8 van Davitech Engineering. Met slechts 3 punten achterstand beleeft Zumbrink wellicht zijn beste seizoen tot nu toe in de Volvo. Is Henry het daarmee eens? Jawel, alleen ja, er zaten wel een paar kleine dingetjes bij. Eén keer zelf technisch uitgevallen, één keer een klein tikje van een collega. En ja, kijk, als je blijft scoren continu, dan sta je 1 in het kampioenschap en nu 2 op een paar puntjes. Maar ik heb wel de meeste strafseconden nu op dit moment. Dus ja, ik weet niet of dat uniek of de beste uitgangspositie is voor het weekend. Maar ja, laten we gewoon zoveel mogelijk punten bij elkaar sprokkelen. Helaas gooide technische pech roet in het eten tijdens het tweede weekend op de Nürburgring, waar de wielophanging tot 2 keer toe los kwam te zitten. En ook tijdens het laatste raceweekend in Assen kwam de pechduivel op zaterdag om de hoek kijken. Een mankement aan de versnellingsbak zorgde ervoor dat Zumbrink ver terugviel, maar wel nog net 75% van de race kon uitrijden. Veel pech dus. En ja, wat gaat er dan door je hoofd? Nou ja, je denkt natuurlijk aan het kampioenschap. Vorig jaar zijn we derde geworden en nu willen we gewoon 1 worden. En ja, je moet zoveel mogelijk punten, omdat je niet een heel groot kampioenschap hebt, zo maar zeggen, qua deelnemers. Moet je gewoon elke wedstrijd punten pakken. En dat is gewoon heel belangrijk. Gelukkig was er wel de winst in de tweede race van het weekend op Assen. Voor volle tribunes pakte Zumbrink zijn 5e overwinning van het seizoen. En daarmee zit het toch wel goed met de betrouwbaarheid van de Volvo in vergelijking met vorig jaar. Nou, dat is eigenlijk gewoon meer de winterstop geweest. Hè? Dat we de auto gewoon doorontwikkeld hebben ten opzichte van vorig jaar. En dit jaar is de auto gewoon veel beter dan vorig jaar. En we kunnen ook veel sneller stappen maken als er bijvoorbeeld problemen zijn met de auto. Dus ja, dat doet gewoon erg goed. Het kampioenschap winnen, dat is het doel voor dit jaar. Het ultieme wat je kunt bereiken. Voor jezelf, voor de sponsors, maar natuurlijk ook voor kleine Mika. Ja, tuurlijk. Ja, die vindt het ook prachtig om mee te maken. En ja, op zolder mocht hij natuurlijk op mijn nek. Nou, dat vond hij helemaal geweldig. Dus ja, ze staan ook op mijn borst, dus dat is helemaal leuk. Hij komt dit weekend ook weer kijken en hij wil echt wel bij papa zijn raceauto kijken. En ja, hij maakt het op dit moment echt wel bewust mee, ja. Jong geleerd is oud gedaan, ook voor Henry Zumbrink. Ja, ik ben eigenlijk vrij vroeg begonnen met karting, op mijn 8e. En mijn vader ging dan mee en die had een grote stoeltje, die klikte die in de kart. Ging hij rijden en daarna ging ik rijden met blokjes op de panalen.
En zo is het eigenlijk een beetje doorgegroeid richting de karting, Europees, wereldkampioenschappen. En uiteindelijk de BRL-tijd heb ik natuurlijk een aantal jaren in doorgebracht. Toen Dutch GT en daarna de Supercar Challenge. Dus, we hebben er bewust voor gekozen omdat er eigenlijk in Nederland geen merkenklasse meer was. Hè. Ik heb natuurlijk een aantal jaren Corvette gereden, een jaar Porsche gereden. En dat hebben we eigenlijk niet meer in Nederland en dat is eigenlijk wel jammer. Maar dan is de Dutch Supercar gewoon echt wel de beste stap. En met name omdat wij de Volvo, omdat wij een eigen dealer hebben, was het gewoon een super mooie kans om met een Volvo deel te nemen aan het veld. En nu zelfs dit jaar twee Volvo's, dus dat is wel erg leuk. De tweede Volvo wordt bestuurd door Kelvin Snoeks, ook geen onbekende in de Nederlandse en internationale autosport. Hij heeft al twee overwinningen op zijn naam, maar hij kent dit seizoen ook veel pech, waardoor hij het onmogelijke moet presteren om nog kampioen te worden. En die pech begon met een harde klapper tijdens het eerste weekend in Zandvoort. Ja, daar moet ik eigenlijk niet te veel meer aan terugdenken. Dat was niet echt een eerste goede raceweekend wat ik ervan had verwacht. Maar goed, naarmate het seizoen voordat heb ik echt goede progressie met de auto gemaakt. Heb ik een paar keer pech gehad, helaas. Maar de keren dat, dat de auto het wel deed, ging het erg goed. En ik verwacht nu dit jaar geen pech meer te hebben en gewoon goed erbij te zitten voor de rest van het seizoen. Kelvin Snoeks heeft met zijn gedurfde rijstijl ook veel mooie resultaten behaald. Dat liet hij ook op een kletsnat circuit zolder zien. Ja, zolder kan je vrijwel niet inhalen, dus moet je wat risico nemen. En die risico nam ik ook wel daar, was te zien ook op de beelden, terug te zien op de beelden. Dus het was wel mooi om te zien. En goed, je moet af en toe gewoon risico nemen. Anders blijf ik vast en dan kom ik niet op het podium. Ja. Daar heb ik wel risico voor over om soms wat buitenom in te halen. En, Snoeks rijdt in de door HDI, Gerling en Formido gesponsorde Volvo S60 V8. En nota bene tijdens de Gamma Racing Day pakte Snoeks de overwinning op zaterdag en zette hij voor duizenden toeschouwers de Volvo op pole position voor de race op zondag. Wat wil je nog meer als sponsor? Ja, het is een heel bijzonder weekend, maar wel een prachtig evenement natuurlijk. Onze grote concurrent heeft er echt een mooi evenement van gemaakt. Ja, het is gewoon een feest om erbij te zijn. Leuk voor de autosport. Het leeft en dat wil je allemaal. Dan is het als klassensponsor wel even slikken als je naam opeens niet meer op de zonneband mag staan. Ja, dat is even bijzonder. Normaal staat er gewoon onze eigen naam, Formido. Maar de organisatie had daar problemen mee. Dat werd een heel gedoe. Wat je natuurlijk nooit wil is de sport schade, want je doet dit om de sport te promoten. Dus de discussie was voor ons snel gesloten, dat doen we met een sterretje. Maar ik denk dat heel Nederland wel weet dat daar normaal gewoon onze eigen naam op staat. En dat vinden we ook leuk. En op deze manier doe je het netjes. En ik vind het eigenlijk wel een compliment dat zo'n groot bedrijf als Gamma ons een soort bedreiging ziet. Ja, grote complimenten hadden ze me niet kunnen geven. Dus een feestdag. En de sporters zijn hier, de rijders rijden, de auto's zijn er. En het stelletje wordt echt wel herkend, daar zijn we blij mee. Formido is sinds dit jaar hoofdsponsor van de Supercar Challenge powered by Pirelli. Hebben ze nu spijt van? Nee, integendeel. Ik denk dat de Supercar Challenge is niet alleen sportief, echt top of the bill. Maar als we kijken hoe hier de teams met elkaar omgaan, hoe de spirit met elkaar is, hoe ze met z'n allen proberen mooie evenementen te maken en leuke, spannende races. Ik denk dat het heel uniek is voor de Nederlandse autosport en we moeten echt koesteren dat we dit nog hebben. Want het is eigenlijk de kern geworden van de autosport. Het leeft fantastisch, het is leuk om erbij te zijn. En wat is dan de link tussen een bouwmarktketen als Formido en een raceklasse als de Supercar Challenge? Ja, dat is bijzonder. We zijn ooit begonnen met de Formido Swift Cup. De eerste stapklasse, een beetje rebels, klein en betaalbaar, dat past er wel bij Formido. Maar Formido is gegroeid en we groeien mee in de sport en toen zijn we bij de Supercars geland. Ja, dan ben je in de koningsklasse gekomen. Nou, dat willen we met het bedrijf ook. De klantvriendelijkheid die ze uitstralen, de openheid, een beetje de grenzen opzoeken, ja, dat past bij Formido. En daar voelen we ons heerlijk thuis in de Supercar Challenge. Formido zoekt zeker de grenzen op, ook buiten het circuit. Momenteel zijn er 83 filialen in Nederland en het einde is nog lang niet in zicht. En recentelijk hebben ze in het Gelderse Doetinchem een compleet vernieuwd filiaal geopend. We zijn hier bij de nieuwste Formido bouwmarkt. Dus een van de grootste Formido's van Nederland en die nou gecombineerd is met het nieuwe concept van Live and Garden. Zodat we een combiwinkel eigenlijk krijgen, twee werelden in één. Een bouwmarkt en een tuincentrum aan elkaar en dat moet één grote beleving gaan geven voor de consument. Hier zie je het Live and Garden concept. Hier is een tuincentrum gecombineerd met decoratieartikelen en tuinmeubelen. Hier kun je terecht natuurlijk voor je groen in en om je tuin. Maar ook voor een presentje als je s'avonds naar een verjaardag gaat of een cadeautje wilt geven.
We zijn benieuwd wat de rijders van het door Formido gesponsorde Davitech Engineering nog meer kunnen laten zien dit seizoen. En dat geldt ook voor de titelkandidaten in de sportklasse, Dennis de Borst en Martin de Klein van het Febo Racing Team. U ziet het zometeen na de onderbreking. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers. Welkom terug bij Supercar Challenge Insight, waarin we kennis maken met de teams en rijders binnen dit GT en Tourwagenkampioenschap. In de sportklasse staan Dennis de Borst en Martin de Klein in de Febo Racing Renault Clio tweede na 6 raceweekends, tweede op maar 1 punt van de leider. Vorig jaar finishten ze op de 3e plaats, de ambities voor dit seizoen zijn glashelder. Kampioen worden! Ja, dat wij dit seizoen zijn begonnen is dat wel absoluut het uitgangspunt geweest om voor het kampioenschap te gaan. En ze nemen het met de Renault Clio op tegen merken als Lotus en BMW. Wat zijn de voordelen van de Clio ten opzichte van de concurrentie? Ja, deze auto die heeft pluspunten. Het is zowel als droog als in de nat is het gewoon een hele snelle auto. Ook door het veer-schokbrekersysteem van Intrax kan je zoveel instellen. Dan kan je gewoon vreselijk hard gaan in de auto en veel grip houden. En mede daardoor zitten we gewoon ook heel goed bij het kampioenschap. En ik denk dat we zelf ook wel vanuit het cuprijden veel geleerd hebben. En we de nodige ervaring hebben om ook in de regen toch goed te presteren. Technisch gezien, ja, hij is ten opzichte van een Cup Clio 110 kilo lichter. We hebben grotere tanker in, grotere remmen, een motor met meer vermogen, airjacks, dus luchtkriks. Nou ja, ga zo maar door. Veel carbondelen, motorkap, deuren, dak, achterklep, kunststoframen. Nou ja, ga zo maar door. Dennis de Borst en Martin de Klein komen oorspronkelijk uit de Renault Clio Cup. Ze zochten een nieuwe uitdaging in de Supercar Challenge. Hebben ze dan hun rijstijl moeten aanpassen naar races die veel langer zijn dan ze gewend waren? Nee hoor, wij rijden eigenlijk net als dat we een cuprace rijden. Echt elke ronde vol erop en gaan met die banaan. De Renault Clio Cup werd vooral op circuitpark Zandvoort gereden. En die ervaring kwam goed van pas bij de start van het seizoen in de Supercar Challenge. Ja, absoluut. Ja, daar hebben we zoveel meters liggen en zo vaak gereden. We zaten er heel goed bij in de trainingen, kwalificaties. Voor de race hadden we achteraf een hele goede set gemaakt door in de regen op sliks te starten. De eerste twee ronden kon ik nog zelfs de koppositie houden. Maar op een gegeven moment koelde de sliks af in de regen. Ja, dan verlies je meters. Maar goed, achteraf een goede set geweest. Alleen wat jammer is dat we de pitstop iets te kort gemaakt hadden. Waardoor we terugvielen. Door een drijftroer moesten maken. Ja, toen werden we vierde. Maar die hadden we kunnen winnen, absoluut. En ook de Nürburgring is niet onbekend voor deze rijders. Ik heb ook Duitse Clio Cup gereden een paar jaar, dus Duitse circuits liggen mij ook wel. Alleen ja, daar hadden we echt hele, hele domme pech. Doordat we door een oliespoor van Kim Troeien de Coca-Cola bocht, de grind op moesten zoeken. Dynamo, een steentje tussen de dynamo's na kwam. Snaar de distributie ingetrokken en de motor had tanden versprongen. Dus een motorstuk. Ellende. Heel jammer. Dat is echt balen. En gelukkig wel een reservemotortje bij ons. Maar ja, dat is een cupmotor. Dus dan mis je gewoon 20, 25 pk. Maar goed, in ieder geval wel kunnen rijden en punten pakken. Dat is dan het belangrijkste voor ons natuurlijk. Hè? Maar ja, dit jaar willen we toch echt wel voor de kampioenschap gaan. Absoluut. Je moet echt tot het gaatje gaan. Tenminste, Dennis en ik vinden dat zeker. En ja, zo zijn we eigenlijk ook opgegroeid met het cuprijden. Ja, we moeten echt wel goed opletten dat we de auto goed voor elkaar hebben. Niet dat we op stomme gaatjes uit gaan vallen of geen risico nemen. Auto voor elkaar, maar die is altijd wel voor elkaar. Maar toch extra alert op die kleine puntjes. Met maar 1 punt achterstand op de leider mogen er inderdaad geen fouten gemaakt worden. Alle reserveonderdelen gaan mee naar het circuit om te kunnen ingrijpen als er iets misgaat. En mocht je één of ander onderdeel toch niet bij hebben, dan is gelukkig ook Guus de Koster van racehardware.com aanwezig op het circuit. Racehardware.com is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het leveren van met name technische onderdelen voor de autosport. Dus voor alle takken van de autosport leveren wij remsystemen, koppelingssystemen, koelsystemen, elektronica systemen, radiocommunicatie, datalogging. In principe alle facetten die je nodig hebt om een competitieauto te bouwen, daar verzorgen wij de levering van.
Soms dan, zijn er veel problemen, met name bepaalde circuits ja, hebben wat last van warmteontwikkeling in de remmen, koppelingen, warmteontwikkeling bij de chauffeurs. Dus daar hebben we speciale koelpakken voor. Dus ja, voor overal is een oplossing voor en is soms onze ondersteuning noodzakelijk. We zetten onze bus op de paddock neer en we sturen een geautomatiseerde sms rond dat we aanwezig zijn. En vervolgens komen de vragen vanzelf op ons af en gaan we daarmee aan de slag om de mensen zo goed mogelijk te helpen. Wij gaan qua onderdelen, alles wat we bij ons hebben, daar kunnen we de mensen mee helpen. We denken met ze mee, mochten we het niet hebben, dan kunnen we advies geven hoe ze het misschien alsnog wel kunnen oplossen. We gaan daar heel ver in. We doen ons best, we liggen nog net niet onder de auto. We zijn ook vanuit ons bedrijf gewoon van maandag tot en met vrijdag actief. In Almere hebben we onze headquarters van waaruit we in principe door heel Europa onze spullen uitleveren. De leukste ervaringen zijn toch wel van mensen die echt met hele grote problemen uitvallen en dan in een tweede race van zo'n weekend toch weer op podium kunnen rijden. En als we daar hebben aan hebben kunnen bijdragen, dan is dat fantastisch. Dat zijn de leuke dingen van zo'n weekend. Guus de Koster levert de techniek, maar ook de juiste kleding is noodzakelijk. Daarom is ook Racing Sportiva aanwezig op het circuit. Racing Sportiva is op het circuit omdat wij graag de service willen leveren aan de coureurs in een weekend. Je kent het wel, ze vergeten wel eens handschoenen, schoenen, ondergoed en wij hebben dat bij ons. Nee, het is absoluut niet voor de show, het is veiligheid. Het gaat om brandvertragend materiaal en dat wordt wel eens onderschat door de mensen, maar wij nemen geen enkel risico. Wij leveren de absolute FIA-approval producten. De FIA bepaalt de veiligheidsnorm en op dit moment geldt er nog steeds een norm die ze een aantal jaren geleden hebben ingesteld. En op een gegeven moment zegt de FIA, nu gaan we naar een nieuwe norm en dan heb je nog een jaar om met je spullen te doen en dan moet je weer over naar nieuw. Ja, en dan lopen de kosten aardig op. Je kan het zo duur maken als je zelf wil. Je kan een standaard pak kopen van €300. Je kan ook een designpak leveren waar wij gespecialiseerd in zijn en dan praat je over een €800 tot €1200. De juiste uitstraling is enorm belangrijk, want de sponsors op de kleding willen graag goed in beeld komen. En met opvallende kleding is de eerste stap al gezet. En ook buiten het circuit kan je daarvoor terecht bij Racing Sportiva. Nou ja, we hebben een winkel, een Racing Sportiva winkel is gevestigd op het circuit van Zandvoort. Ja, en daarnaast hebben we dan de rijdende winkel, zoals dat heet. En daar gaan we de evenementen mee af. En tot dusver deze aflevering van Supercar Challenge Insight. Volgende week ziet u het zevende weekend van het kampioenschap op het Engelse circuit van Brands Hatch. Daar komen de GT, Sport en Lights divisies in actie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers.